Burgemeester, hoe heeft het nou zo'n verschrikkelijke puinhoop kunnen worden? Nou, zegt die burgemeester, het heeft zo'n puinhoop kunnen worden. Ah, nieuws. Burgemeester vindt het puinhoop. De burgemeester heeft jouw kwalificatie overgenomen. Nou, het is goed dat u dat naar mij vraagt, want ik zat vanochtend zat ik op de racefiets op weg naar mijn vrouw. En ik denk, hé, je zat op de racefiets op weg naar uw vrouw. Hier wordt het tijd om even een leuke vraag te stellen. Interviewen is eigenlijk heel makkelijk. Interviewen is namelijk niet meer dan min of meer een gesprek met een ander voeren, zoals je dat dagelijks doet, aan de eettafel of in de auto, als je met een vriend of vriendin in de auto zit op weg ergens naartoe. Het verschil tussen een gesprek en interviewen is, denk ik, vooral dat je bij interviewen van tevoren moet weten wat je wil weten. Een gesprek begint zomaar. Iemand vraagt jou, weet u ook hoe laat het is? En dat kan het begin zijn van een groot erotisch avontuur of zelfs een huwelijk. Maar bij interviewen is dat anders. Dan wil je van tevoren weten wat je wil weten. Ik wil van u weten, hoe heeft u deze beslissing genomen en hoe bent u tot deze beslissing gekomen, meneer de minister? Een goede sfeer zorgt ervoor, denk ik althans, dat er veel meer gezegd wordt. Dat er veel meer gecommuniceerd wordt. Dat ik me veel kwetsbaarder durf op te stellen. Dat ik jou dan toch misschien nog wel iets wil vertellen wat ik normaal gesproken niet zo snel zou vertellen. Volgens mij heeft het vaak geholpen en helpt het nog steeds om even te kijken, zijn er overeenkomsten te vinden tussen jou en mij? Jou daar aan die overkant en mij. Hey, Feyenoord-fan, hè? Ja, die zie je niet veel meer, maar ups, wij zijn het. Het helpt. Het helpt. En het gaat, nogmaals, alle keren. Het is weliswaar instrumenteel, maar hoe dichter je bij jezelf bent, doordat het werkelijk is, maakt het alleen maar eerlijker, maakt het alleen maar mooier en maakt het daarmee ook de kans op een goed gesprek beter. Als ik ga fluisteren, ga jij ook fluisteren. Dat is nou helemaal zo. Als ik wat langzamer praat en een zekere mate van intimiteit creëer in het gesprek wat ik aanga, dan doe jij dat ook. Dan blijf jij niet met je armen over elkaar. Nou, dat zie ik heel anders. Dan zeg je nee, dan gebeurt er iets. Als ik zomaar willekeurig en ik begin te fluisteren, dan kom jij dichter bij mij. Want het belangrijkste van een gesprek zit hem toch aan de voorkant van het gesprek. Dat je met elkaar weet, zo ga ik het doen. En als je dan begint, dan kan ik me voorstellen dat je dat interview ziet als een heel groot wit vlak. En dat je denkt, oh mijn god, hoe krijg ik dit witte vlak ingevuld? Hoe moet ik dit doen? Ik moet straks 15 minuten met die man live praten voor de radio. Of in dit zaaltje. Of wat dan ook. Hoe ga ik dat doen? Of soms nog wel langer. Maak hoofdstukjes voor jezelf. Maak kleine hoofdstukjes waarvan je denkt, dit zijn elementen die ik leuk vind om te bespreken. Maar probeer niet grappiger te zijn dan de cabaretier. Probeer niet diepzinniger te zijn dan de filosoof. Maar probeer ook niet verdrietiger te zijn dan degene die het verdriet met jou deelt. Wat ik je ga leren is interviewen. En wat het verschil is tussen een interview en een gesprek zoals je dat dagelijks voert. En welke structuur je in je hoofd nodig hebt om tot een goed of in ieder geval begrijpelijk en helder interview te komen. Mijn naam is Jeroen Pauw. Welkom bij mijn masterclass.